In november hebben we de eerste balk gehesen van de vertrekhal. En net voor de kerst hebben we hem winterwater dichtgemaakt. En nu zijn we bezig met de laatste handelingen en zijn we bezig met de binnenafwerking. Welk glas bedoelde jij? Ja, hierzo gaan jullie straks die glazen pui bouwen. Ik vraag me even af, wanneer komt dit stuk? Ja, de samenwerking tussen Schiphol en de main contractors is erg goed en daardoor kunnen we heel goed op planning blijven. Gemiddeld zijn we met 80 tot 100 man bezig, 24 uur per dag eigenlijk, om het op tijd af te krijgen. De constructie van de hal is erg duurzaam. Hij kan er gedemonteerd worden en dan wordt hij weer hergebruikt als ijshal of tentoonstellingsruimte, noem het maar op. En nu zijn we bezig met de laatste bouwkundewerkzaamheden van de corridor. Die verbinden vertrekhal V1 met de tijdelijke vertrekhal. En dan gaan we de afbouw doen. Nou, dan zijn we nu in de tijdelijke vertrekhal. We hebben hier de servicebalie en daar de check-in balie. Het zijn er 22 in totaal. En ze werken precies hetzelfde zoals we ze al kennen in de huidige vertrekhallen. Deze vertrekhal is gebouwd om te voldoen aan de enorme groei die Schiphol ondervindt, per deze zomer al. Deze vertrekhal is tijdelijk, voor de duur van 2,5 jaar. Maar dat is wat dit project heel erg bijzonder maakt en hij is binnen 6 maanden gerealiseerd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van de vertrekhal. Dat betekent dat we alles aan het afmonteren zijn. De security lanes worden geïnstalleerd, het bagagesysteem werkt al en daarmee zijn we bijna rond. Vandaag testen we de tijdelijke vertrekhal samen met onze collega's en al hun familie. Dat is een hele spannende dag. Dan doorlopen we alle processen. Dat betekent dat er ingecheckt wordt, er wordt bagage afgestort en we doorlopen het security proces. En dan zijn we echt klaar voor de opening. Met een ongekende inzet en uiterste precisie hebben we dit enorme gebouw met z'n allen in recordtijd van de grond gekregen. Grote waardering voor het vakmanschap wat hierbij getoond is en ook waardering voor de onderlinge samenwerking, want alleen zo blijkt dat je verder komt. En dan verklaar ik hierbij de nieuwe tijdelijke vertrekhal voor geopend. Ja, de hal die werkt supergoed. Prachtig om het te zien dat hoe we bedacht hebben dat het ook allemaal werkelijk zo loopt. Ik ben heel trots op het resultaat. We hebben samen met alle betrokken partijen in 200 dagen echt een fantastisch product neergezet. Een werkende vertrekhal. Ja, super.